En dan kijken we hier naar Jan Maarten Heideman. Gestart dus als favoriet. En kan hij het waarmaken? De ereprijs voor de loopbaan van Jan Maarten Heideman is een terecht eerbetoon. Weinig marathonschaatsers hebben zo hun stempel kunnen drukken op de sport als de man uit Oldenbroek in zijn 20 jaar lange loopbaan. Ja, in ieder geval vanaf 96, 97, dat jaar toen de Elfstedentocht gehouden werd. Dat was mijn eerste jaar dat ik een beetje lange baan en marathon combineerde. Dus toen heb ik marathons gereden. En daarna ben ik bij Klerks Plastic, bij WKAM, bij DSB, allerlei ploegen gezeten en geschaatst. Dat seizoen 1996-1997 was ook het seizoen van de laatste Elfstedentocht. En met Heideman verdwijnt de laatste rijder uit het peloton die de tocht der tochten zelf volbracht. Zo dacht ik er eigenlijk nooit over, maar zo vandaag had ik zo'n moment. Toen dacht ik wel van, jongen, toch eigenlijk wel bijzonder. Vooral ook omdat er heel veel jongens zijn die marathon hebben geschaatst na de Elfstedentocht en die al gestopt zijn. Dus die hem helemaal niet hebben gereden. En dat, ik vind het wel leuk dat ik hem heb meegemaakt. En krijgen we een prachtige sprint. En weer is het Heideman. Eerst was het de titel op kunstijs, nu op natuurijs. Borst is geklopt en Ruitenberg eindigt als derde. Ja, dit was tenminste een echte wedstrijd. Iedereen zei van tevoren, oh, het wordt een massasprint. Hopen dat we Heideman in het wak kunnen dumpen. Ja, gewoon voor de gein dan. Maar ik zit helemaal niet te wachten op een massasprint, want dit is gewoon prachtig, joh. In 97 kon de jonge Heideman nog niet meedoen om de winst. Maar hij deed wel belangrijke ervaring op. Die zou hem later van pas kunnen komen, dacht Heideman. Ik reed hem eigenlijk om het uit te rijden en toen dacht ik ook echt van, nou mooi, ik heb hem meegemaakt. Ik weet precies hoe het gaat met klunen en verzorging en alles. En voor de volgende keer ben ik helemaal er klaar voor, maar die volgende keer is nooit weer gekomen. Heideman noemde al wat namen van de ploegen waar hij voor reed. Misschien wel de succesvolste daarvan was WKAM. Ja, toen viel alles op zijn plek, zeg maar. Toen wonnen we de ene naar de andere wedstrijd. We hadden dan in het begin, als je een wedstrijd won, dan hadden we met de training op woensdag appelgebak bij de koffie. Omdat je een keer won, maar op een gegeven moment wonnen we zoveel, toen zijn we met de appeltaart gestopt. Want dat kwam dan niet goed meer. Onder aanvoering van Kramer. Ja, Kramer gaat nu serieus doorrijden. Er vallen weer gaten in het peloton. Er was ook een seizoen waar ik 15 overwinningen in een seizoen had. En het NK won op kunstijs, NK natuurreis, de zesdaagse won, de cup won. En dat was echt wel apart. Jan Maarten Heideman. Heiko Bauma rijdt hier aan de leiding. Heeft de overstand... Ja, Klerks ook voorgereden. Ja, ook met Lambert Huytema, Piet Kleine, Yves Kramer en... Frans Overdevest was daar ploegleider die al overleden is. En, ja, dat is ook wel bijzonder. Ik ben nu 42 en ik heb zelfs nou dat ik nou veel mensen om me heen zie die er al niet eens meer zijn. Ik bedoel, een journalist van het Algemeen Dagblad en Sjoerd Huisman, Poelstra, maar ook dat soort dingen dat je aan de ene kant geniet en aan de andere kant dat er ook hele erge dingen om je heen gebeuren. Dat is wel, zo is het leven eigenlijk. Jan Maarten Heideman is nooit een schaatser geweest zoals alle anderen. Vraag hem naar zijn mooiste moment en het antwoord typeert hem. Ja, het mooiste moment was misschien niet eens de wedstrijd, maar dat ik met Esther, met mijn vrouw naar het Velomeer ging. En het rijpen aan het riet en aan de bomen en dat was natuurreis. Het zonnetje scheen en dat was echt puur natuur, zeg maar. Dat was echt... dat was echt mooi. Ja, soms van overwinningen geniet je ook. Kijk, ik won een keer de 200 kilometer in Finland. En dan weet je, als marathonschaatser is dat gewoon een afstand die je gewoon graag wil winnen. Dus daar ben je ook echt blij mee. En overwinningen, daarvan boekte Heideman er nogal wat. Hij is niet voor niets de meest succesvolle marathonschaatser ooit. Met alleen al 76 zegens op kunstijs. Waaronder 3 nationale titels. Maar Heideman won ook op de Wijzerzee en in Finland. Wie moet dat ooit nog verbeteren? Ja, ik heb een tijdje gedacht dat in het begin, vooral toen Stroetinga heel veel achter elkaar won. Ik denk, die gaat het met gemak redden. Maar ik zou het nog kunnen, maar dan moet het wel heel rap gaan, zeg maar. Heideman was ook altijd bezig met innoverende technieken. Het haaienvinnenpak, de warmteschaats, de wisselschaats. Dat leverde hem in het peloton een bijnaam op. Willy Wortel. Zo zie ik mezelf totaal niet. Want Willy Wortel, die bedenkt het zelf, die maakt het zelf. En dat was het in feite niet. We kijken naar Jan Maarten Heideman en Henri Ruitenberg. Dit is nog nooit getoond. Jan Maarten Heideman wil een andere schaats, want zijn linkerschaats is bot. Is dit ooit eerder gebeurd? Nee. Gaat het lukken? Dat is de vraag. Ik had zelf bijvoorbeeld
Ja, een keer op het 200 kilometer heb ik een keer gewonnen terwijl ik twee keer over mijn schaats heb gewisseld. Gewoon reserveschaats aangetrokken. Alleen toen had ik echt geluk dat ik bijvoorbeeld in de kopgroep zat en kon in de tweede groep weer aansluiten en kon naar de voorste groep toe schaatsen. En ja, die kans krijg je niet elke keer. Dus toen dacht ik van, hey, dat moet sneller kunnen. En dan heb je het idee van een wisselschaats en dan ben je erover aan het praten met Gert Ruitenberg en zo. En dan, toen ben ik naar mensen toegegaan, naar Flevo Bike en Dronten, en die hebben dat toen voor mij gemaakt. En dus Willy Wattel doet alles zelf, maar zelf ben je gewoon een onderdeel in het geheel, zeg maar. Heideman was ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van Flevo Nice. Dat idee kwam eigenlijk heel opmerkelijk tot stand. In Noord-Laren heb je een hele kleine baan, die spuiten ze onder. En daar kun je gewoon gelijk schaatsen. Daar hebben we vaak de eerste marathon op natuurreis. En toen vroegen de organisatoren daarvan, ja, kunnen we nog wat verbeteren aan de baan? En ik zei, het zou mooi zijn dat je, als je de weg onder laat lopen en dat je gewoon een paar kilometer door het dorp heen kunt rijden. Toen had ik het erover met mijn vader en toen zijn we uiteindelijk naar Essent en TNO, of in ieder geval naar Essent gegaan, naar Paul Boulet. En die heeft toen een aantal bedrijven, zoals DRN en DAV, wat ingenieursbureaus en TNO erbij ingeschakeld. En die hebben toen voor ons onderzoek gedaan van wat allemaal de mogelijkheden zijn en waren. Dus toen kwam het in een stroomversnelling. Verreweg het grootste deel van zijn leven stond in het teken van schaatsen. Hoe staat het met het leven na het schaatsen? Ja, het leven na het schaatsen, na het wedstrijd schaatsen. Ik werk aan zij bij Lashworld in Dronten. En daar, ik doe van allerlei werk, maar onder andere schaatstraining geven, en skiletraining en fietstraining. Maar ik vind het ook echt top om weer met de jonge generatie aan de gang te gaan. Weet je, er zijn ook jongens van zo'n beetje 10, 11 jaar. In de tijd dat ik ben zelf ook op 11-jarige leeftijd begonnen. Weet je, en die hebben echt zo'n plezier in schaatsen. En dat vind ik echt leuk om, ik vind het echt leuk om met die gasten te mogen werken. Heideman is nu al een legende in het marathonschaatsen, dat is duidelijk. Maar het zijn niet eens de prestaties waarom hij herinnerd wil worden. Weet je, ze hoeven mij niet eens te herinneren, dat maakt me niet eens uit. Ja, ik weet niet eens hoe ik het eigenlijk precies moet zeggen, maar ik ben gewoon christen. Ik ben christen en ik geloof niet in toeval en ik geloof niet in... Maar ik weet gewoon van, ik ben gewoon gered. Dat weet ik voor mezelf. En ik heb de Heer Jezus heb ik gewoon in mijn hart. En dat mogen mensen herinneren. Maar ik hoop ook dat ik later in de hemel zoveel mogen mensen weer tegen mag komen, zeg maar. Een peloton zonder Jan Maarten Heideman. Het lijkt haast ondenkbaar. Toch heeft hij zelf helemaal vrede met zijn afscheid. Ik ben wel echt blij dat ik nog een jaar de kans heb gekregen bij Team Haven Amsterdam. Om daar nog een jaar te kunnen rijden. Zodat ik echt nog met leuke jongens om me heen en een mooi team en lekker heb kunnen schaatsen. Ik geniet echt van dit jaar nog. Maar ik zou volgend jaar ook niet weer dat nog een keer willen doen. Zeg maar.